vandaag zondag 21 juli. Dit licht is niet best. En wij zijn wakker geworden op Gran Canaria. Onze eerste dag hier zo. Ik weet niet of het een nieuwe vlog is, maar anders leuk dat je kijkt. En ik heb er helemaal zin in. Ik ben nu hier dus samen met mijn vriend. En ja, we vinden het echt top. We zijn dus gisterochtend hier aangekomen. En we hebben gisteren eigenlijk ook al echt een hele leuke dag gehad. We zijn hier een beetje bij het zwembad gelegen en gewoon een beetje gechilled. En in de avond zijn we lekker uit eten geweest. En toen hebben we nog een cocktailje gedronken en daarna zijn we naar bed gegaan. Het was gisteren een hele warme dag, hoorden we. Dat was het ook, maar dat het warmer was dan andere dagen. En dat dus. We zijn nu allebei best vroeg wakker. Dus we gaan even een rondje lopen. Want nu is het nog best wel koud. In de ochtend koelt het dus heel erg af. Dus ik ga even me omkleden en dan gaan we even een stukje lopen. Nou, we gaan even een rondje lopen. Ik ga niet mijn camera meenemen, maar ik neem mijn telefoon wel mee. Dan kan ik eventjes een beetje de omgeving filmen. Hoe laat is het inmiddels? 8:30. Zo. Hier schat je horloge als je wil. Jij hebt wel goed geslapen, toch? Prima geslapen. Het was wel heel heet. We hebben dus zo'n ventilator, maar hij draait dus niet hard. Dus ja, daar komt ook niet echt koude lucht vanaf. Dus dat is niet handig. Dit is een komoot en boom. In de Dominicaanse Republiek hebben we dit ook. En als kind, als je klein bent, deed je dit soort dingen altijd, zeg maar. Dat deden wij ook, hoor, in Nederland. Dit hadden jullie niet in Nederland. Nee, niet die, maar wel een beetje zo. Wat nee. Pulkaan van die plantjes. Nee, maar ik ga je wel laten zien, want je hebt nog niet gezien wat ik bedoel. Kijk, zeg maar, pak daar dit. Staat die boom, maar daarachter. Pak de fuck dit soort dingetjes. Ja. Zo. Dit, houd deze vast. Ja. En houd deze vast. En dan ging je een nieuwe boom planten. Nee, we gingen altijd zo een beetje vechten met die dingen. Nee. Ik koop het eraan. Nou, wij zijn weer terug. Hoe lang hebben we gelopen? 70 minuten. Goed gedaan. En nu gaan we eventjes ontbijtje maken. En even mijn telefoon weer in de oplader. Die batterij is zo slecht. Is het lekker? In de ochtend kunnen we niet echt op het balkon zitten, want de zon schijnt er echt fel op. Maar ja, maakt niet uit. Leuk die achtergrond. Ik heb even ei op een maaitwagen voor gedaan. Hey, wij zitten in de auto. Ik heb mijn bikini aan en een jurkje eroverheen gedaan. En we gaan nu naar Playa de... Amaderos? Amaderas, weet ik veel. Oh, nou ja, we gaan in ieder geval naar het strand. En het lijkt, ja, volgens mij is het dus echt een heel mooi strand. Het is nu 10:30, het is 20 minuutjes rijden, dus we komen er iets voor 11 aan. En we hebben net lekker eens even een beetje ontbeten. En nu zijn er wel meer plekken, hoor. Omdat mensen aan het werken moeten, of ja. Sommige mensen zoals ons naar een andere strand gaan, maar straks niet. Ja. Als we terugkomen wanneer we het juist nodig hebben, wanneer we moeten parkeren, ja. Dan is er geen plek meer. Nou, dus dat wordt straks nog wat. Maar in ieder geval, ik heb een bikini aan van Shein, maar ik zal hem straks even laten zien. En volgens mij wordt het vandaag UV-index 10, dus we kunnen gaan branden. Heel bruin worden vandaag. Gisteren, hoe was het gisteren? Nou, gisteren was het ook hoog, maar toen lagen we pas om 4 uur of zo. En om 4 uur zwakte het weer af. Om 2 uur is het altijd heel hoog. Dus ja, maar ik ga me vandaag nog wel met factor 50 insmeren. Goed bezig. En hoe rijdt de Mini? Lekker. Het is wel echt een goede auto. Het is gewoon toch wel mooi. Ja. Mama.
de dag voor als ik morgen niet meer leef. De combinatie van mijn drank zal voor de volgende niet vergeven mijn leven. Nou in de stad, ik heb u maar in mijn zak. En ik ben nog op zoek naar... Mooi, heel mooi. Nou, zo ziet het eruit. Het water is hier echt mooi blauw ook. Ja. En daar rechts heb je dus een beachclub en hier heb je dus allemaal bedjes. En ik zag al staan, de bedjes zijn maar 5 euro. We hebben er voor over. Kom. Nou, wij liggen. Eerste rij. Hier heb je wat stenen, maar je kan daar het water in en aan de zijkant ook. Lig je lekker? Ja, top. Maar nu zie je dus wel dat je bril mooi blauw is. De ja? Glazen, nu zie je het wel. In de auto zag ik het ook, omdat nee. Er dan zonlicht op komt. Ja, ik zie het niet. Nee, dat snap ik. Het film. Nee, dat snap ik wel. Ja, en daar is die beachclub, daar wil ik ook echt een keer naartoe. Waar zij het over had. Dat is ook wel echt leuk. Er is een soort uutje is het. Ja. Oké, ik ben dus net begonnen aan dit boek. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Tijd. En ze hebben dus nu natuurlijk die volwassene versie. En ik heb de eerste 30 bladzijden gelezen. Echt heel erg leuk om te lezen. Maar ik ben ook wel echt heel veel vergeten van dit boek van vroeger. Dus de eerste bladzijden waren wel echt eventjes inkomen. Maar heel leuk. En ik ga nu even de zee in. Nou, we hebben echt een paar uur op het strand gelegen. Maar we gaan even lunchen. We liggen dus hier zo. Wel echt een lekker plekje, hè? Ja. Heerlijk. En we gaan eventjes lunchen. Mijn gezicht wordt nooit bruin. Het is echt vreselijk. Maar mijn huid is wel echt wel heel bruin. Hola. Drink, please. Para Coca-Cola zero. Cola zero. Yes. Dos. Yeah, thank you. Hola. Oh, misschien eigenlijk wel een grappig feitje, dat jij Spaans kan. Misschien weten ze dat helemaal niet. Dus alles bestellen we in het Spaans, maar ik kan helemaal niks in het Spaans. Ziet het er lekker uit? Ze hebben denk ik gewoon weer alles, of niet? Gewoon weer zo'n kaart met alles. Gewoon in Nederland van 25 euro minimaal. Kijk op, je eet dat. Als we dit... De zalm is heel lekker. Hoe heet het dan? Waarom vroeg ze dan... Ze vroeg vlees of kip, toch? Zie, dan gaat het om de gepaneerde vlees, snap je? Of je kan dat gewoon met vlees doen, of... Wat voor je? Echt heel lekker zalm. Lekker, ja? Heel lekker. Hoe heet het daarnet? Waren er hier dus twee meiden die voor ons liggen en die waren dus in het Spaans aan het praten. Maar Macaulay kan natuurlijk gewoon Spaans verstaan. En wat zeiden ze precies in het Spaans? Dat je gewoon lijkt op iemand, of... Ja, zonder ze zaten, te kijken van... Ze zaten de hele tijd op te kijken. Ja, ze dachten, is dat iemand die we kennen, bla bla. Maar ze waren gewoon de hele tijd over hem aan het praten in het Spaans. Maar Macaulay kan natuurlijk gewoon Spaans. Maar ze zeiden dat die leek op deze artiest, want we hebben hem even opgezocht. Ik ga het even aan jullie laten zien. Kijk, op deze artiest. Vinden jullie ook? Lijkt hij een beetje? Is het een match? Dus ja, het is wel altijd fijn dat je in het buitenland over anderen kan praten. Maar niet altijd. Waarom dan? Nou, dat je het erover stond. Dat hadden zij sowieso niet verwacht. Nee. Eigenlijk had je moeten reageren. Van, oh ja, bedankt of zo. Nee. Nou, wij lopen weer terug. We hadden in één keer een parkeerplek. Nou, het is helemaal nog niet zo ver weg ook. Toch? Nee. Gisteren, hoe lang moest jij zoeken, denk je, voor een parkeerplek? Ik denk dat ik half uur ben. Een half uur of zo, ja. Maar nu hadden we dus echt heel veel geluk. En ik ga zo... Hier had ik een parkeerplek, ja. En hier was er ook weer een. Ja. Hier was ook een parkeerplek. Nee, dus nu valt het wel mee. En het is nu 7:15 al. Ik ga zo meteen douchen, ook mijn haar wassen, want ik heb echt helemaal zeewater. En Macaulay is nog op de foto geweest met die meisjes. Want ze gingen het ook nog aan hem vragen in het Engels. Ze hadden in het Engels hadden ze een bericht op hun telefoon geschreven, toch? Ja. Ja, en toen al, en daar stond zo, je lijkt op Mike Towers. Mike Towers. Ja. Mike.
En dan Towers. Ja, wil je met mij op de foto? Dus ze zijn even gezellig samen op de foto geweest. En hoe voelde het nou? Is dat de eerste keer dat je met fans op de foto mocht? Hoe voelde dat? Heel fake. Omdat het gaat niet om mij, het gaat om you are a look-alike, snap je? Ja, dat is eigenlijk niet leuk. Eigenlijk niet leuk, want je bent een dupe van... Ja, jij bent Mike Dupe. Mike Dupe. Nee, jij bent beter dan de dupe. Snap je? Ja. Nou, dus als jullie ooit Macaulay in het echt zien, ga dan met hem op de foto. Niet omdat het Mike is, maar omdat het Macaulay is. Yes. Snap je? En safe. Nou, ik ga even douchen. Dag, dag. Nou, ik heb... Die stond er niet bij? Ja, wel. Meer dan restaurants. Oh. Restaurants. Ik zag alleen de eerste. Ja. Mij maakt niet uit. Deze waar ik eigenlijk een verkeerd om met jou samen dat even te gaan. Nou, waarom zit die vogel zo dichtbij? Hij eet me bijna op. Daar komt die vrouw hier tegenover. Kattenvrouwtje. Duivenvrouwtje. Kijk dan, ik kan hem bijna aaien, denk ik. Oeh. Zal ik het doen? Ja, je kan het. Oeh, nee, ik durf dat echt niet. Doe het. Doe jij dan? Nee, doe het. Straks pikt hij me. Nee, hij gaat in de pikken. Nee, schrikt hij toch? Nee, hij schrikt niet. Kom maar. Nee, 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 straks schrikt hij heel erg. Nee, hij gaat niet schrikken. Hij beweegt toch niet? Ja, je pest me. Nee, de vrouw heeft het nog zitten aan de eieren met tijd. Echt? Ja. Okay. Aan die andere balkon, dus ze zit dan te aaien de hele tijd. Niet. Okay. Gewoon eten te geven. Je moet hem eten geven, kijk je? Nee, hij is hartstikke bang. Hij is niet bang, je hebt geen eten gewoon voor hem. Pak dan een broodje. Nee, want dan krijgen we een duivenplaag. Doe eigenlijk maar niet, schatje. Zijn er meer meiden die het herkennen dat hun haar... Nou, ik zal het even laten zien. Zo zit, als je net hebt gedoucht. Die duif kijkt me echt de hele tijd aan. Maar, ik ga hem even opmaken. Mijn gezicht is wel een little bit red. De haters will say het is verbrand. Zo. En mijn lichaam is echt best wel bruin geworden voor de eerste dag. Maar ik doe altijd even eerst dit cremetje op, want dan wordt mijn gezicht ook wat bruiner. En dan gaan we zo meteen lekker uit eten. In de avond koelt het dus echt heel erg af. Want het is nu echt best wel, nou, koud, wil ik niet zeggen. Maar kouder. Zo. Nou, die duif eet me echt bijna op. Hij kijkt me ook aan met die kraaloogjes. Maar misschien denkt hij dat er eten in dit ding zit, maar het is make-up. Ik maak wel even een foto met hem. Me and my friend. Nou, ik heb hem klaargemaakt. Ik heb dus even nieuwe sieraden omgedaan en ik heb dit jurkje aan. Nog heel even kijken welke schoenen ik eronder ga doen. Ik denk hakjes. Maar ik weet het nog niet zeker. Dus ga ik even kijken. Dat ga ik nu gelijk eventjes doen. Nou, wij gaan nu uit eten. En waar is jouw toet van? Schoenen van de? Ik weet het niet. Je broek van? Special edition. En je blouse? Ik weet het niet. Die weet ik wel. De blouse weet ik wel. En dit is mijn outfit. Wij gaan nu uit eten. Hap hap. Heb jij de sleutel? Ja, en er zijn allemaal optredens. We gaan nu eten bestellen. Kijk, en we zitten eerste rij bij het podium naast de boek.
been a running ever since. Been alone. Lekker toch? Dit is toch die saus ook? Die in die Eet smakelijk. Deze meneer had nog honger. Nog meer honger.